meesters en leerlingen. Wat jammer nou. Maar ik moet je nageven, Megatron. Je hebt echt een fantastische aftocht gemaakt. Ah, Soundwave. Beeld en geluid graag. Ik wil de troepen gaan toespreken. Het verlies van Megatron, hoofd van de geweldige en groot oprukkende Decepticons, is absoluut een zware aderlating. En toch moeten we niet al te veel wanhopen om dit tragische verlies. We kunnen beter dankbaar zijn voor het ultieme offer dat hij heeft gebracht. En verder bouwen op de fundering die hij heeft gelegd. Met een nog sterkere hand. Met alle respect, bevelhebber Star... Heer Starscream. Ja, ja. Wat is er? De aarde veroveren onder heer Megatron lukte niet. Hoeveel kans hebben we als de Autobots de aarde verdedigen? Ik zal hier helder over zijn. Millennia lang heb ik de kunst afgekeken van onze voormalige meester. Ik ben dus voldoende uitgerust om jullie te leiden. Ik, Megatrons ware erfgenaam, heer Starscream... Keizer der Vernietiging! Ja, dus oh, wat een ellende. De situatie is toch alweer erg genoeg, dan gaan we echt niet... Huh? Wat heb je aan een leger dat niet bij macht is om een dergelijke vernietigende taak uit te voeren onder mijn bevel? Wacht eens. Naar verluid is er tenminste één dappere krijger. En hij schijnt zich ergens op deze planeet te bevinden, zegt men. Hij kan een geschikte student worden met mij als meester. Niet zo somber, Optimus. Deze planeet, alle planeten zijn eindelijk bevrijd van Megatron's tirannie. Ik ben het wel met je eens, Ratchet. Alleen had ik stiekem gehoopt dat ik Megatron kon ompraten. In plaats daarvan moest ik hem omleggen. Optimus, hij heeft zijn ondergang niet te danken aan jouw ingrijpen. Maar aan zijn eigen zieke arrogantie. Het spijt me. Jullie hebben al veel meegemaakt samen. Maar goed, de Megatron met wie ik samen vocht is al heel lang verdwenen. De dag dat hij besloot een Decepticon te worden. Er heerst wel wanorde bij de Decepticons, maar ze zitten niet zonder leider. Starscream is geen Megatron, maar wel erg onvoorspelbaar. Decepticons, we worden aangevallen! Het was geen aanval, Ratchet. Het is mijn vulkaan. Was. Blijf staan, Bulkhead. Jupiter krijgt nog een rood stipje. Oepsie. Hè? Almachtige Allspark, wat is hier aan de hand? Ons werkstuk moet morgen af. Wat dacht je van dit onderdeel? Jij bent de motor, Arcee. Je weet toch wel hoe je een motor moet maken? En jij bent een mens, Jack. Maak jij een darmkanaal? Oh... Jullie kunnen dat werkstuk hier niet verder afmaken, hoor. Kijk, wat een rotzooi. Maar dit is een belangrijk cijfer voor natuurkunde. Ja, als Bulkhead mij niet helpt met dit schaalmodel van ons zonnestelsel. Oh, en sinds wanneer heeft Bulkhead verstand van jouw zonnestelsel? Of Bumblebee van jouw vulkanen, of... Arcee van onze motor? Inderdaad, ja. Wij zijn niet aards. En zij zijn geen geleerden. Maar de Autobots zijn hun beschermers, Ratchet. Het kan toch geen kwaad om ze te helpen en meer te leren over de aarde? Het zou juist beter zijn als ze meer zouden leren over Cybertron. Tijdens de grote oorlog lag er zoveel Energon verscholen in dit ellendige gesteente...
dat wijlen onze meester het liet bewaken door de beste krijgers van Cybertron. Grote krijgers. Ze liggen hier uitgeschakeld en te wachten om weer tot leven te worden gewekt. Ha, hoe ironisch dat in een later stadium Megatron de hele ruimte afstroopte om de dapperste krijgers te vinden, terwijl ze hier gewoon beneden onder zijn voeten lagen. Hoezo ben je niet in staat om zijn signaal te traceren? We zijn er vlakbij. Voer je sensoren eens extra op. Ja, daar. Echt waar, Bumblebee? Hoe gaat dat dan, krijgersles? Maar ik heb jezelf in actie gezien. Je bent te gek. Daar ben ik het mee eens, Raf. Maar de levensduur van een Autobot is langer dan die van een mens. En geloof het of niet, onze jonge padvinder moet nog een heleboel leren. Er is Energon ontdekt. En het verplaatst zich. En wij hebben niets verplaatst. Driemaal raden. Decepticons. Zonder Megatron? Helaas zal Megatrons nalatenschap voortleven. Anderen popelen om zijn plaats in te nemen. Autobots, maak jullie werkstuk maar af. Ratchet, ik heb jouw hulp nodig. Maar dit werkstuk is erg belangrijk voor hun cijfer. Het lijkt me beter als ik achterblijf om ze verder te helpen. Vooruit dan. Bumblebee, wij gaan kijken hoe dit Energon zich verplaatst. Uitmuntend, Soundwave. De kubus. De Energon massa. Het werkt. Bumblebee, dat klopt niet. Blijf daar staan en wacht op mijn teken. Word wakker, krijger. Kom tot leven en dien je nieuwe meester. Skyquake dient maar één meester. Uitstekend. Jouw bewezen trouw zal een prima voorbeeld vormen voor onze troepen. Niet zo verlegen zijn, Skyquake. Je mag buigen. Ik vrees dat u mij niet helemaal begrijpt. Ik ben uitgerust met een taak die mij is opgelegd door mijn enige meester, Megatron. Ja. Helaas is Megatron niet meer onder ons. Dat kan niet. Waarom is dat voor iedereen nou zo moeilijk om te accepteren? Skyquake, ik heb je opgespoord. Ik liet jou ontwaken. Dus ik, Heer Starscream, ben nu jouw meester. Dat is lang geleden, Skyquake. Optimus Prime, ik heb je voor het laatst gezien bij de slag van Technar. Megatron gaf me toen het bevel jou te vernietigen. Dat is een hele tijd geleden. Dat maakt niet uit, Prime. Het bevel is nog steeds van kracht. Is zo'n oude oorlog al die strijd nu nog waard? Waar zoveel kameraden zijn gesneuveld en werelden verwoest. Als jij een echte leider wilt zijn, Starscream, keer je dan af van Megatron's pad en leid de Decepticons naar de vrede. Ik ben bereid om een wapenstilstand te overwegen. Op voorwaarde dat jij bereid bent om voor mij te buigen, Optimus Prime. Alweer? Buig zelf maar! Skyquake, dit is een nieuw tijdperk in een nieuwe wereld. Sluit je bij ons aan en help me dit conflict voor altijd te beëindigen. Ik sluit me nooit aan bij een Prime. Waarom zou ik eigenlijk vrede willen als ik Skyquake heb?
Met wat discipline zal hij zijn nieuwe meester vanzelf gaan herkennen. En als bekend zal worden dat Optimus Prime onder mijn bevel werd vernietigd door Skyquake, dan zullen alle Decepticons vol dankbaarheid voor mij buigen. Dat je hier geen moment van mist, Soundwave. We hebben uitgebreid beeldmateriaal nodig van Optimus Prime's ondergang. Als historisch bewijsmateriaal. Skyquake staat op dit moment nog niet in zijn voertuigstand. Waar zit het? Wat wordt het? Wacht maar af! Maar, Ratchet, moet ik hier niet mee aan de slag? Blijf af en kijk. Daar leer je van. Dus wij helpen Jack en Miko met het afmaken van hun... Zonder mijn toeziend oog! Jullie willen toch dat het goed gebeurt, of niet? Dus kijk hoe de meester het doet! Wat een rood. We zijn ze kwijtgeraakt. Soundwave, waarom spoor je ze niet op? Hè? Wat is er? Een tweede levensteken van een Decepticon? Maar Skyquake is de enige hier in dit gebied die lag te sluimeren. De plek van onze verwoeste ruimtebrug? Het zou toch niet waar zijn? Zou het levensteken kunnen horen bij Megatron? Maar hij zat helemaal niet ver van het ontstekingspunt. Niemand kan zo'n knal overleefd hebben. Jouw sensoren kloppen niet. Negeer het contact. Verwijder de coördinaten. Huh? Wat zeg ik nou? Natuurlijk moet het eerst nog onderzocht worden. Als hier Megatron daarboven zit, dan breng ik hem zelf naar huis. Blijf hier en volg het resultaat op het scherm. Als Skyquake de spark van Prime ruikt, dan wil ik daarbij zijn. Wil ik daarbij zijn? Tango 6 Alpha aan commandocentrum. We vangen signalen op met een onbekende technische oorsprong. Waarschijnlijk vijandig. We gaan het nader onderzoeken. Negatief, Tango 6 Alpha. Dit is geheim agent William Fowler met een oproep. Vermeld niets over jullie bericht en verzamel de coördinaten. Ik neem het hier over. Verpletteren, mug. Maar het is mijn plicht. Uitstekende strategie, Bumblebee. Skyquake, blijf liggen. Fowler? Keer terug, agent Fowler. Ja! Alle zeearenden nog een toe.
kruising bereikt. Militair vliegtuig gaat niet gebeuren als ik dienst heb. Hittezoekers. Ik heb het nog steeds. Niemand had dit overleefd. Precies zoals ik vermoedde. Defecte sensoren. Dit kan ik nog niet gebruiken. Geruchten dat Megatron nog zou... Megatron? Maar hoe? Iedereen denkt dat u overleden bent. En waarom zou ik ze teleurstellen, meester? En blijf dood, dit keer. Soundwave, mocht je dit horen? Ik heb hier Megatron gevonden. En hij is... onwel. We moeten hem naar de ziekenbaai vervoeren. En snel ook. Nu wel heel snel. Prettige landing, Kong. Skyquake zou zijn afgeweken van het pad van zijn meester, hadden we hem vandaag misschien niet hoeven begraven. Bumblebee, jezelf zo gedachteloos opofferen was misschien niet de allerslimste zet. Maar je hebt het voortreffelijk gedaan. Ah, daar zijn ze! En? Hoe werd mijn, ons werkstuk ontvangen? Wel... Mevrouw Nakadai, welke planeet stelt dit voor? Cybertron? Heel groot, meneer Darby. Maar werkt het ook?
Ik durf het bijna niet te vragen, meneer Esquivel, maar is hij nog actief? Ah, op onze planeet had je nu de hoogste onderscheiding gekregen. Wat een ondankbare figuur, zeg. Stank voor dank. Doe je daar al die moeite voor? Bah! Precies, Bumblebee. Onze mensenvrienden hadden beter kunnen afwijken van dat pad van Ratchet. De troepen zullen blij zijn te horen dat het ons gelukt is om hier Megatron weer wat stabieler te krijgen. En nu maar hopen dat onze meester het gaat redden.